Vandaag mochten de waterbuffels van Den Buff voor het eerst na de winter weer naar buiten. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, we hebben hier een boerenbedrijf met 150 waterbuffels. Vandaag hebben wij de buffels voor het eerst weer naar buiten gedaan. Ja. Ja, en als je dan ziet hoeveel mensen er daarop afkomen en hoeveel belangstelling je daarin hebt, dan denk je, ja, we doen toch iets goed. Ik vind het leuk. Na de lange winter in de stal zijn de buffels blij dat ze de wei en het water weer in mogen. Zullen ze denken waterbuffels, maar waterbuffels die zijn eigenlijk veel rustiger als koeien. Ze staan heel dicht bij de natuur. Doordat ze dicht bij de natuur staan, gebruiken we ook geen antibiotica, geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest. Ze hebben het niet nodig. Ze hebben het liefst lang gras. Dat zie je hier wel in de wei. Ze hebben het liefst lange gras. En ja, voorheen hadden wij melkvee. En na het melkvee, ja, omdat wij het niet meer leuk vonden om in deze markt van de melkvee, zoals die nu gaat tegenwoordig, te opereren, hebben we gekozen om buffels over te schakelen naar buffels. Tot aan de winter zijn de buffels van Den Buff in Bokstel zowel binnen als buiten te aanschouwen.